Welkom bij deze video. Mijn naam is Sophie. Ik ben 30 kilo afgevallen nadat ik jarenlang heb gestrijd en gedieet. Echt vanaf mijn 14e was ik echt krentenbollen als middagcalorieën aan het tellen. Ik heb alles geprobeerd en gedaan totdat ik eindelijk 2,5 jaar geleden het antwoord vond. Hoe je kunt afvallen met gemak, met plezier en effortless. En nu ben ik hier om jou te vertellen hoe je dat moet doen. Vandaag ga ik het met jou hebben over iets waarvan ik heel veel vragen krijg van cliënten en ook opmerkingen. En dat is gewoon even waard om over te kletsen. Het gaat het volgende. Vaak krijg ik de opmerking, ja Sophie, ik wil afvallen. Ik wil mijn droomlichaam. Ik wil dat plattere buikje. Maar ik wil niet veranderen. Ik wil niet anders gaan eten. Ik wil gewoon nog mijn ongezonde dingen kunnen eten. Ik wil gewoon nog die bitterbal, de borrelnootjes. Ik wil gewoon nog kunnen borrelen en doen wat ik wil. En niet veranderen. Want ze denken dat dat zo'n opgave gaat zijn. Dat dat zo zwaar voor ze gaat vallen. Ja, dat ze eigenlijk liever, dat zeggen ze eigenlijk tegen mij, in een ongemakkelijke situatie willen zitten van het ongemak in hun lijf. Dat het uiteindelijk een gemak wordt. Omdat ze zo ongemakkelijk zijn, maar ze blijven in die gemakkelijke situatie zitten. Dat willen ze dan liever dan veranderen en afvallen en ervoor gaan dat ze gemakkelijk in hun lijf zitten. En dat is dan ongemak nu, want ze moeten dus veranderen. Maar ik heb hier de boodschap voor jou. Is dat, als jij wil afvallen en nog steeds ongezonde dingen wil blijven eten, dat kan, maar dat kan op één manier. En dat kennen we allemaal, dat is diëten, dus restricten. Dus je gaat kleine porties eten. Je gaat een kleine beetje. En kan je dan afvallen? Ja, dat kan. Is mij ook een keer gelukt. Maar weet je hoe moeilijk dat is? Dat is gewoon bijna niet vol te houden. En als het je wel vol houdt en lukt, gefeliciteerd. Maar daarna hou je het er niet aan vanaf. Dat kan je nooit volhouden. Dat is gewoon op wilskracht. Dus ook geen liefde voor je lijf. Je geeft dan je lijf niet de energie, de mineralen, vitamine die het nodig heeft. Je bent dan gewoon met je hoofd een soort strijd aan het doen. Elke keer als je gaat eten, ben je een strijd aan het doen. Hoeveel zal ik daarvan eten? Zal ik mijn bord leeg eten of niet? Is het nou genoeg? Wat heb ik dan vanochtend al gegeten? Kan ik dit er nog bij hebben? Is het dan niet te veel? Dat is pas moeilijk. Afvallen door gezonde dingen te blijven eten, ongezonde dingen te blijven eten, kan alleen door restricten. En dat is een tijdelijke oplossing en dat is zo niet the way to go. Afvallen, gemakkelijk afvallen en met succes afvallen, betekent gezond eten. Ik kan het niet anders voor je maken. Dit was mijn antwoord. En ik weet dat je dat al weet, maar het is echt zo. Dus als jij wil veranderen en als jij wil afvallen, weet dan dat je de switch moet gaan maken. Maar hier is het antwoord voor je. Op het moment dat je de switch maakt en steeds meer gezond gaat eten, en daarmee bedoel ik steeds meer fruit en groenten aan je dagen toe gaat voegen, aan je maaltijden toe gaat voegen, dan gaat je lichaam langzaam veranderen. Jij reprogrammeert dan de beestjes in je buik en je smaakpapillen in je mond naar steeds meer de wens van fruit en groenten. En geloof me, dit gaat over verloop van tijd echt automatisch. En op een gegeven moment betrap je gewoon dat je denkt, ja, ik heb gewoon zin in meer fruit. Ik heb helemaal niet zoveel zin in die bitterbal. Geef mij maar gewoon meer fruit of meer groenten. Of geef me maar die gezondere optie. Daar heb ik eigenlijk even meer zin in, daar heb ik meer behoefte aan. En als je dan een keer wat ongezonds eet, dan merk je het verschil in je lijf. Dan merk je gewoon dat je denkt, oh, maar nu opeens heb ik minder energie. Of, oh, ik voel me de dag daarna niet zo lekker. Of wat zit er nou aan? Het is zo'n groot verschil en je hoeft het niet nu met een beslissing te doen. Stapje bij stapje, beetje bij beetje, ga je meer en gezonder eten. En wat er dan gebeurt, je transformeert je lijf om daarvan te gaan houden. En zo mag je doorgaan, zodat je juist met gemak kunt afvallen. Het allerfijnste is dat je hierbij niets hoeft te restricten. Fruit en groenten en andere gezonde dingen kan je onbeperkt eten. Onbeperkt. Ik eet zoveel op een dag en ik blijf op mijn gewicht en ik ben heerlijk afgevallen en ik heb zoveel meer energie dan vroeger. En ik zit zoveel lekkerder in mijn vel. En dit is niet zo van, kijk mij nou. Dit is, ik gun jou. Dit is, ik gun jou. En het is gewoon klaar. Met al dat dieet en dat struggelen. In ieder geval wil ik dat je weet dat het niet hoeft. En ik wil dan ook dat je weet aan welke knoppen je kan draaien. En dat dat niet zo'n enge beslissing is. En een grote moeitestap. Maar kleine stapjes. En automatisch met gemak. Wil je hier meer over weten?
Kijk dan hieronder in de link en dan krijg je toegang tot mijn gratis mini-training waarin ik je uitleg welke knoppen we kunnen draaien en hoe ik ben afgevallen en met name hoe jij met gemak kunt afvallen. En heb je behoefte aan support daarna of ondersteuning of zeg je ik wil wel die stukwachten erdoor, neem contact met mij op en dan ga ik kijken of wij samen kunnen werken. Voor nu een hele fijne dag en remember, eet meer groente en fruit. Hack je systeem, hack je lichaam. Wees lief voor jezelf en wees een voorbeeld voor andere mensen in je omgeving. Hele fijne dag. Doei doei!